Marlene kwam 1-3 achter tegen het knooppunt. Marlene maakte 2-3 en ook 3-3, twee doelpunten van de zwart. En ging op zoek naar de 4-3, want dat zou betekenen winst. En ze maken de 4-3. Het doelpunt wordt gemaakt door Roy Huisman. Het is genoeg voor de overwinning. De spanning terug in de competitie. En daarom het moment van de week.